De regering heeft een succesvol schuldmanagementproject afgesloten met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, de IDB. Dit project zal leiden tot een substantiële vermindering in het rentepercentage van bijkans 30% van de totale buitenlandse schuldenlast. Dit meldt het ministerie van Financiën via het NII. Volgens het ministerie zal dit ertoe leiden dat er goedkoper geld geleend kan worden. Suriname is het eerste Caribische land dat deze nieuwe faciliteit, die begin 2019 is gecreëerd, gebruikt. Ook grijpt ze deze unieke gelegenheid in de markt aan, die in overeenstemming is met haar schuldmanagementstrategie. Ons land zal aanzienlijke besparingen realiseren op de totale buitenlandse schuld, terwijl ook het toekomstige risico van de rentevoet aanzienlijk is verlaagd, meldt Financiën.